laten we er eens van uitgaan dat heel veel mensen niet bewust, dat de meeste mensen niet bewust fouten maken. Dan zal er dus iets aan de hand zijn met hun kennis of hun vaardigheden. En daar doen we natuurlijk jarenlang niets meer aan om dit bij te spijkeren. U pleit ervoor dat dat weer wel gaat gebeuren. Dat mensen regelmatiger getoetst worden op hun verkeerskennis. Dat zou het totale verkeerssysteem volgens mij absoluut verder helpen. Een APK'tje voor je rijbewijs. Ja, voor de auto hebben we het al geleerd te accepteren. En ik denk dat het op dit moment best aardig is om eens na te gaan of een APK'tje voor de weggebruiker misschien ook zou helpen. Ook de voorlichting vanuit de overheid, zegt u, die schiet tekort. Ja, er zijn diverse spotjes voor allerlei goede zaken. Vroeger was dat Sieren, tegenwoordig is het Rijksoverheid. Maar je komt eigenlijk zelden of nooit spotjes tegen die de mensen helpen om hun bewustwording rond allerlei zaken in het verkeer op te poetsen. Die waren er wel, bijvoorbeeld een spotje over ritsen, jaren geleden. Erg simpel, maar wel effectief. Ja, in het spotje over ritsen werd verteld wat je geacht werd te doen. En je zag in mijn optiek echt dat mensen dat opvolgden. Niet iedereen natuurlijk, de echte gehaaste die blijft tot het allerlaatste moment proberen een vierkante meter vrij asfalt vol te rijden. Maar ik vond doorgaans dat mensen beter begrepen wat je zou moeten doen met het ritsen. En dan zie je een aantal jaren nadat het spotje stopt, dan zakt dat weer terug naar wat oud ingesleten gedrag.